Hey, welkom bij de video. Het is officieel. Ik speel weer Roofeen. Gisteren waarschijnlijk ook op mijn YouTube kanaal. Ik speel elke dag bijna Roofeen. Welkom. Leuk dat je er bent. Ja, kijk, daar zijn we weer, Jotem. Leuk. Haha, Roofeen. Welkom, we zijn er weer. We gaan vandaag iets spannends doen. Want ik heb namelijk met de gang afgesproken om een meeting te gaan houden. Waardoor we de bank... heist route gaan voltooien. En daarna is het eigenlijk tijd om de bank heist te gaan doen. Die moet dan nog heel even wachten. Hé, hey, volgens mij is dat iemand van de gang. Kijk, ze keer ook om. Zo, die maakte echt even zieke drift. Ik ga zo meteen vragen wie dat was. Holy crap, die maakte echt een zieke drift. Maar goed, ja, dus die bank heist die komt voor jullie ook binnenkort eraan. Als je deze video ziet, betekent het dat die eigenlijk al is opgenomen waarschijnlijk. En dan hoop ik dat het goed is gegaan. Dus die bankhuis komt eraan. Hij is er bijna. We gaan nu dus voorbereiding doen. De bankoverval plannen. En even routes uitstippelen. En even kijken wie wat taken zijn en zo. Dus ik wacht eigenlijk op een belletje van Rick of van Piet of van Jerry of van Mees of van Rens. Weet ik voor wie. Ik verwacht een belletje elk moment. We gaan voordat we beginnen. Heb ik even een fiets gehuurd voor 20 euro. Very nice. En dan gaan we even een outfitje aanpassen. Want ik heb al heel lang deze outfit. En ik denk dat het tijd is om even weer een nieuwe outfit te pakken. Waarmee ik wel echt goede, spannende dingen kan doen. Dus zoals een meeting met die guys. Weet je, ik heb nu altijd deze outfit aan. Maar even iets fatsoenlijkers. Wat ermee bijpast. Maar dat meen je niet, hè? Ze zijn hier. Ze zijn gewoon hier. Wat een. Klinkt heel stom, maar dit is legit toeval. Hallo? Hoi. Ja, ik dacht het al. Goedemiddag. Hey, Jeffrey, je bent er ook zo. Ik zag zo iemand op een fiets. Dan zag ik jou aankomen. Ik denk, oei, oei. Ja, ik kom eigenlijk. Ik even outfitje veranderen, want ik weet dat we een afspraak hebben zo. En ik dacht, ik moet er wel even wat beter uitzien. Bereid me vast alles voor, ik kleed me voor, maar dan kom ik wel mijn bakfiets, kom ik er gewoon aan. Oh ja, is goed, is goed. Yes, oké, tot zo. Wat een toeval, hè, dat ze er ook echt zijn. Dat is legit, legit toeval. Het klinkt echt alsof dit zo voor de video is voorbereid, maar dat is het gewoon, het is het serieus niet. Oké, jongens, we hebben de outfit, we hebben een lekker warm bodyvestje aan. Dat is gewoon een, hoe noem je dat ding, waar je in schiet en dan houdt hij je tegen. Ik kom gewoon niet op de naam, ik ben echt een idioot. We hebben hem aan, we hebben een pet op, we hebben een baard nog steeds, we hebben een brilletje. En we hebben gewoon even helemaal zwart aangedaan. Ik denk dat zijn we iets meer beschermd tegen, weet ik veel wat voor fratsen we allemaal tegen gaan komen vandaag. Ik denk niet dat er veel spannend gaat gebeuren, ik kan schieten, maar je weet maar nooit met die gasten. Ik heb deze auto even gestolen, die is nu gewoon van mij. En dan wachten we op een locatie van Rick, Piet, Jerry, weet ik veel wie, Jeffrey is erbij. We gaan kijken van wie we een locatie krijgen. Oh, ik word gebeld. Ik ben toevallig aan het kijken, maar ik word door Jerry gebeld. Daar gaan we. Goedemiddag. Avond. Goedemorgen. Morgen. Ik denk dat je al weet waarvoor ik bel. Ja, ik denk dat ik kan komen. Dat is zeker waar. Dezelfde locatie. Dat is bij die brug, hè? Is dat? Ja, dat is bij die brug. Wil je voor de zekerheid nog een locatie hebben? Ik denk dat ik wel kan vinden, maar stuur maar door. Ja, er staan sowieso auto's voor de deur. Nee. Ja, kom maar goed. Kom maar goed. Oké. Okay. Ik zie je zo. Ja, is goed. Hoi, hoi. Oké, jongens, we hebben de locatie niet, maar ik weet waar het is. Dus dat scheelt. Het is letterlijk van, als jullie de video hebben gezien waar dat ik Lowie heb vermoord, dan weten jullie wel welke locatie het is. Daar gaan we nu weer heen. Die is nog niet al te vaak gebruikt. Ik ben benieuwd hoe het is. Toen vorige keer was het nacht dat het erin ging. Het is nu overdag, dus het is iets minder geheimzinnig natuurlijk. Maar ja, niemand gaat erheen, dus we gaan het zien. We zijn er, het is hier links, namelijk bij de Darnell Bros. Daar is het. Even kijken of we niet gevolgd worden door politie of andere onzin. Nee, we worden niet gevolgd. Oké, top. De auto. Weer geen plek, hè? Vorige keer had ik ook al geen plek. Daar letten ze gewoon niet op. Vreselijk. Kijk, daar staan ze. Ze staan al om het hoekje. Dus gaan we even kijken. Kijk, de deur wordt goed bewaakt. Ik ben benieuwd tot in hoeverre dit goed gaat. Goedemiddag. Daar zijn ze. Kijk, Willem, die staat weer te naaien. Goedenavond. Kan ik doorlopen? Makkes. Ja, loop maar door. Top. Goedenavond, Willem. Makkes. Gegroet. Daar hebben we Willem. Het zal wel in de office zijn waarschijnlijk. Goedenavond, heren. Goeiedag. Goeiedag. Lekker biertje zie ik al. Ziet er goed uit. Ja, ik denk ik heb me eindelijk een keer serieus omgekleed. Mag ook al eens. Ja, ziet er goed uit, ja. Precies. Ja. Hoi. Ja. Zo. Waarom denk je dat je hier bent? Nou, ik denk dat ik het wel weet. Ik denk dat we hier al een tijdje voorbereid hebben. Dat jullie vooral hier een tijdje voorbereid hebben. Yes, klopt. Ik ben ontslagen. Ja. Zou dat wel zijn? Dat zou het zijn. Ja, het plan van de bankoverval, hè? Ja, het is bijna zover. Het is zeker zover. Bijna tijd om veel die bank leeg te roven. En iedereen hier doet mee. Sowieso. Ja. In deze kamer. Ook nog, ik zag Willem buiten staan. Ik weet niet of de Hunt familie... Hij was even aan het naaien. Ja, de vorige keer ook al dat dus, ik hier kwam. Ja, de Hunt familie, daar zijn we nog een beetje mee aan het kijken. Misschien dat ze ons kunnen helpen. Misschien ja, oké. Okay. Oké, okay, is ook goed. Hey, oh, Willem. Even. Hey, Willem. Hey. 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 Als je hier op het bord ziet, gaan we boven in de stad. Zie je die bank. Paletto. Ja. Die gaan wij natuurlijk ook meesteren. Mm-hmm. Vervolgens hebben we ergens een spotter staan. Daar op die op de gebouw daar, zoals je daar ziet. En dan gaan we onderhandelen. We gaan natuurlijk eerst gijzelaars meenemen. Gaan we pistolen richten en in de bank zetten. Oké. Dan gaan we onderhandelen met de onderhandelaar.
laten we hopen dat er dat een beetje een fijne man is. Zodat, alles vragen gewoon voor een nieuwe. Ja, anders gaan we schieten hem gewoon kapot. En dan vragen we om een nieuwe. Dat zou ik niet doen. Dat is misschien niet anders nee, idee, is maar is ook je snapt het punt wel. Ja, het idee is er, ja. Dus we hopen dat we vrij door gaan krijgen. Nou, ik neem aan met gijzelaars wel. Zo niet gaan we een hostage vermoorden. Ja? En ja, dat willen ze als goed is niet. Nee, ik neem aan van niet, nee. Dan pakken we de bussen. Die twee bussen die voor de bank staan, zoals je daar op die foto ziet. Die pakken we naar een appartement. Daar heb je dan een bruggetje naar beneden. En daar is een afgelegen huis. Weer onder de gemeentewald. Ja? Daar zit asbest in. En daar zetten we onze motors in klaar. En dan wordt het gas op die lolly. Oké, en dan is het gewoon echt gassen voor ons leven. Nou, we dan hebben een route uitgestippeld. Die staat hier links onderin. Oké. Ja. Maar we kunnen die jou het beste even laten zien, denk ik. Prima, vind ik een goeie. Even de route uitstippelen. Althans uitstippelen, uitrijden. Ja, vandaag is de bedoeling dat we het hele plan eigenlijk doorlopen met heel de groep. Dus. Ja. Oké. Okay. Zeg, krijg je alles te horen wie waar staat. Mm-hmm. En dan gaan we in ieder geval met de motoren richting Grapeseed. En dan gaan we daar een switch maken naar auto's. Okay. En dan gaan we drie gasten van ons als decoins laten rondrijden op de motoren. En dan stappen wij in de auto en dan gaan we hem proberen te peren met geld. En de wapens. Nou, duidelijk. En dat valt onder jou, ikzelf en de twee andere heren met de guns. Dat zijn, ik weet wie dat wel zijn. Ja, duidelijk. Ja. Oké, prima. Dan kunnen we dat best doen. Voor de rest wij willen we voor de bank schuilnamen gebruiken. Dus als iedereen die heeft... staan normaal gezien in ja, in Discord, op de Discord, op je telefoon. Maar laten we die allemaal even zeggen, denk ik. Oké, één voor één. Ja. Als we maar, vanaf Piet naar de andere kant naar gaan. Naar Rick, volgens mij. Ja. Mij noemt mij gewoon Hugo. Hugo. Ja. Ik heet Jordi en ze noemen mij Jake. Hugo, Jake. Volgende. Ja, ik heet Tim. Tim. Dat is Mees, hè? Ja, dat hoor ik. Dat hoor ik. Nou, ik ben Rens en ik heet Milan. Oké. Okay. Ik ben Jeffrey en het wordt Frank voor mij. Frank. Yes, en ik ben Rick en dat wordt Ryan. Oké, okay, dan mag je mij wel Mike noemen. Mike. ja, en Mike kan je op zich ook wel Jerry blijven noemen, dus weet ze toch niet. Snappen ze ook niet, nee. En dan denk ik dat nu even naspelen. Oké, okay, prima. Vind ik een goeie. Dus nu is het gewoon bij iemand instappen, bij G-klasse Luma of de andere Luma. Ja, je hebt genoeg keuze als je maar niet zorg kan meestal niet dat je bij meestal nee, bij meestal daar gaan we niet instappen. Dat hebben we wel goed geleerd nu. Nou, dan was dat denk ik. Oké, okay, dan gaan we dat doen. Ja. Kunnen we even gelijk beginnen. Hey, succes met naaien, Willem. Komt helemaal goed, tot ziens. Tot ziens, Willem. Jullie nodigen Willem altijd hieruit, hè? Gewoon voor de naaien. Dat is echt een goede kerel. Ja, dat geloof ik ook wel. Hey, jullie laten nooit een parkeerplekje voor mij vrij, hè? Elke keer als ik hier kom, moet ik hem daar parkeren. Ja, met die skeren cut-outs van je in de doel. Ja. Oké. Ik snap, wie is dit? Dat is Mees. Nee, dat ben ik niet. Dat ben ik niet. Oh, dat is Jeffrey. Ja, dat is Jeffrey. Bij wie moet ik instappen? Ja, dat is van mij. Oké, ik stap bij Jeffrey in. Ben ik toch naast Mees geëindigd in de auto? Ja, maar hij rijdt niet, dus dat is op zich is het beter. Nee, oké, dat is beter. Ik bedoel, ik snap dat hij steent, maar... Gozer! Gozer! Oké, we gaan dus nu richting het noorden, eerst. Ja. En dan gaan we de route uitrijden. Nee, we rijden nou naar Palito, daar ga ik de alles klaarzetten in principe. Allee, qua materiaal wat we al hebben. En dan gaan we de route een beetje doorlopen. Hoe dat het allemaal gaat verlopen. Alright, sick. En, het gaat allemaal goed komen, we hebben het allemaal getraind. Dus. We hebben natuurlijk met de naam inmiddels al bijna mee. Jij Hugo. Ja, jij moet er nog eentje verzinnen en dan zal ik hem wel even doorsturen via telefoon of via iets anders. We zien wel. Maar Karel of zo. Karel. Karel vind ik wel een goeie. Wat was je naam ook alweer? Ja. Mike toch? Nee, dat mag ook Karel joh. Vind ik wel leuk. Karel. Ja. Karel. Wel een helm op of zo of iets voor mijn kop natuurlijk. Wat zijn nou, jullie hebben ook outfits? Of? Ja, outfits zijn allemaal klaar, maar die doen we nadat we heel plan hebben doorlopen. We willen in principe niet gezien worden met de outfits nu nog. Nee, dat snap ik. Aangezien dat er allemaal gekke camera's overal hangen en zo. Ja, rond okay, die, rond snap die ik. Bank. Het is een beetje. Oké, we zijn bij de locatie aangekomen, jongens. We gaan even hier een motorswitch maken. Dan ga ik achter op de motor bij Jerry. En vanaf daar gaan we de route verder stippelen. We gaan even langs de bank en zo. En we gaan even kijken hoe en wat we daar gaan doen. Wie gaan er met de auto? Wij allemaal niet. Zeg maar, ik, jij, Piet en Jordi, die gaan met de motor. De motor. En de rest rijdt met de auto gewoon weer. De rest rijdt alvast naar zijn plek toe om zeg maar echt te oefenen. Ja, oké, om echt goed te oefenen. Dus Jeffrey rijdt naar zijn plek toe. Oké, dus wij gaan met z'n vieren eerst richting de bank, toch? Ja, daar gaan we gewoon even ons ding doen en dan doen we echt het... En ook tijdens de echte bank. En hun zijn dan de getaway vehicles, zeg maar. En het ontsnappingsplan vooral. Ja, Rens, die is... we komen zo meteen een tunnel door. We gaan daar zo meteen off-road te komen. Ja, oké. Die tunnel staat Rens in met een vrachtwagen.
die, okay. Als wij met de motoren door die tunnel heen zijn, gooit hij de tunnel dicht met zijn vrachtwagen. Stapt ja. uit, stapt bij Mees achter op de motor. Oké. Oh. Wij rijden dan door, een off-road pad over. Dan okay. staat daar Jeffrey klaar met twee Luma's. Wij stappen allebei in die Luma's. Dus zeg maar, ik en Piet waarschijnlijk eentje en jij en Jordi waarschijnlijk eentje. Oké. Okay. Jeffrey pakt dan een van onze motors. Rens pakt dan een van onze motors. Rens pakt dan een van onze motors en Mees blijft op zijn eigen motor. En die gaan dan rondrijden alsof ze alsof hun het geld hebben, laat maar zeggen. En laat ze hun dan gaan dat volgen. Hé, hey, daar heb je Jordi, Jerry. Dit is een taxi. Zo, kunnen we? Zitten jullie? Oké, okay, ja. Nee, stop. Kunnen we nu wel gewoon de bank in? Is dat niet raar als mensen met helmen en tassen We de gaan niet de bank in. Oké, okay, gelukkig. Ik schrok al. Ik denk dat zou een flaw we zijn. We gaan aan de overkant staan. Ja, naar wijzen en kijken. En, ja. Wij gaan even de bank spotten. Ja, ik weet niet of dat zo handig is. Nou, ik ga natuurlijk niet naar binnen. Ik ben benieuwd. Ik ga nu gewoon Jordi volgen en dan zie ik al hoe het verder gaat. Van de vaak kunnen we scouten. Oh, we kunnen hier doorheen kijken. Kun je misschien de verder kijken bij je? Nee. Nee, moet je even uit mijn rugtas pakken dan. Ja, ik heb hem. Top. Oké, okay, even kijken hoor. Oké, okay. Nou, is mooi kerstverlicht. Dit is de enige ingang die er is, dit? Ja, dit is de enige ingang. Oké, okay, en dan gaan wij, ik zie een, waar is, als ik vanaf hier kijk, de kluis, waar is die dan? Ja, die zit, als je recht, helemaal rechtdoor en dan linksaf. Die zit achter de balie. Bij die kerstboom die er achterin staat waarschijnlijk, ja. Ik. Ja, dat klopt. Oké, oké, oké. Ja, en jullie weten al locaties dan natuurlijk. Ja, je hebt ook nog een rechte zij-ingang daarbinnen. Ja, die zie ik, dus die groene deur, klopt dat? Ja, daar zit ergens aan de rechterkant zit nog een open stukje. Daar, okay. daar gaan we de gijsluis in zetten, denk ik. Oké, okay, prima. En, okay, ik zie daarvoor... camera's, zie ik ook. Ja, ja, klopt. Ja, die hebben we al gehackt. Die hebben jullie dan daar gehackt. Ik heb ook al beelden van. Oh, die hebben jullie al gehackt. Ja, voor de rest is bij die twee sneeuwpoppen voor de deur. Ja. Daar zetten we twee busjes neer. Oké, okay, en dan dat ze er niet naar binnen kunnen, wel naar binnen kunnen kijken of? Ja, jawel. Er komt dat ze gewoon tussendoor kunnen lopen. Maar ons ja, vanaf okay. zijkanten niet kunnen zien. Nee, oké, okay, duidelijk. Dan gaan we die busjes pakken. Oké. Okay. Dan rijden we helemaal die weg. Dan rijden we hierin, waar we net vandaan komen. Ja. Dan rijden we hier. Met de busjes, de twee busjes. Dan rijden we hier met de busjes. Ja. En dan volgen we deze weg. Oké, okay, dat doen we nu even met de motor dan. Ja. Hm? Ik hoop voor de politie dat ze niet onze banden hebben lekker gestoken. Nee, dan hebben ze een probleem, denk ik. Dan hebben ze een ander probleem. Want er zitten gijzelaars in de busjes, toch nog? Ja, ja, we gaan als het goed is nog één of twee gijzelaars proberen mee te nemen, anders eentje. Per busje? Minimaal ja, één? Of... Ja, even kijken hoe dat we dat gaan doen nog. Het is gewoon meer een beetje improvisatie. Ja, jullie hebben natuurlijk allemaal een oortje. Dus als het ene ja. busje kapot steken, dan kan die gijzelaars nog wel dood. Kijk, en dan kan je hier kan je naar beneden lopen via de trap. Okay. En dan moet je naar het afgelegen asbesthuisje gaan. En dan staan de jongens daar binnen. Oké, okay, ik ga erheen. Dan zal ik even omrijden. Yes, is goed. Oké, okay, jongens, dus dan we hebben net de bank gescout. Dan gaan we vanaf daar moet ik hierheen met het trappetje. Een asbesthuisje. Dat bedoelen ze gewoon afgelegen. Ik gok, nou daar zie ik licht branden. Hier zie ik geen licht branden. En ik zie geen ramen erin. Dus dat zal hier wel moeten. Ja, dit is het sowieso. Hier zouden, kijk, dus ik zag ze staan. Ik zie al motortjes staan. Dan zouden we hier naar binnen gaan. Waarschijnlijk gaat het dan met heel veel haast en stress. Kijk, top. Goedendag. Moet ik hier achterop of moet ik even. Jerry. Je kan bij Jerry achterop. Oké, okay, top. Jerry, vanaf hier, hier staan de motors, denk ik. Of ja, hier staan de motors met Mees. Ja? Met Mees. Met Mees. Dan stap jij bij mij op, Rick staat bij Piet op en Mees staat hier ook gewoon met zijn motor. Oké, okay, duidelijk. Ja. Dan denk je dat we vanaf nu wel gewoon kunnen rijden. En dan gaan we nu de route met deze. Dit staat al op de motors natuurlijk nu. Ja, ja, dit is volledig de motor. Oké, okay, met z'n drieën, dus die groep die we nu ja. zijn, die zijn we dan ook. Ja, klopt. Oké. Okay. Dan pakken we hier het zijweggetje naar links. Zo, je ziet hem bijna niet, man, met dat sneeuw. Nee, en zeker als we straks nu ook nog een witte outfit aan hebben. Ah, en ik ga... Gaan we hier goed uitkijken naar de overkant. Ja, goed oversteken. Je krijgt sowieso Amaroks achter je aan natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Dat weten we wel zeker. Oh, dan gaan we hier tussendoor. Nou, gelukkig rij jij, want ik zou het niet kunnen onthouden. Hoppa, ja, ik heb ook al meerdere malen deze route moeten trainen. Ja, oké, okay. Dat is top. En we hebben natuurlijk, ja, we hebben heel veel training. Mm-hmm. Ja, oké. Okay, deze moet je oppassen, want als je die te hard neemt, dan vlieg je. Dan vlieg je weg en hier naar ja. links. Links, ja. ja. Oké, okay, sick. Zover we rijden nog met z'n drieën. Dit kunnen de Amarokken niet echt. Nee, dit is te krap. Dit is veel te krap. En sowieso hier. Niet op het tempo dat wij het kunnen nemen. Nee, dat klopt. Nu rijd ik natuurlijk rustig om het even normaal te laten zien. Ja. Maar dan zit er natuurlijk wel wat meer pit in. Ja, dan zit er veel meer snelheid achter. Ja. En hier, ja, hier kunnen we gaan gassen. Oh, hier is die tunnel. Ja, ja kijk, hier staat, ja, hier staat hij met de vrachtwagen. Wij komen er doorheen met z'n drieën en die vrachtwagen gaat dicht. Oh, dat zie ik nu gebeuren. Ja, ja die rijdt hem dicht. Oh, die rijdt hem dicht. Wat slim. Ja. En die stapt dan achterop bij Mees, gok ik? Ja, die staat achterop bij Mees, die maar nu laat je dat niet even zien. Nee, oké. Okay. Dan gaan wij hier pakken weer de brug. Dan moeten oppassen, de brug is altijd glad. En dan hier naar beneden. Ja, hier plannen we dit ook allemaal 's avonds? Dat is 's nachts gebeurd, of? Dat zouden we kunnen doen, ja.
Maar weet je, het is onderhandelen, duurt natuurlijk ook even. Ja, dat kan hem wel even duren. Je hebt een kans dat we een paar uur in die bank zitten en... misschien dat we een beetje overdag kunnen starten en dan avond eindigen. Ah, dan heb je natuurlijk dat je s'nachts, dat je hem s ochtends start en dan s'avonds kan je vluchten. Ja, vallen ook nog minder op. Mm-hmm. Ja, dan heb je wel je licht, hè. Dat is wel een ding. Ja, je kan het licht uitrijden, maar... Ik kan het zeggen. Ik er gewoon deze stel, het is s'nachts, dan zou ik wel het licht uit. Het is wel gevaarlijk, maar... Ja, natuurlijk. Ja, maar ja, wel veiliger voor ons. Dat. Hoeveel politie verwacht je? Ik verwacht in denk ik een stuk of 20 man. En we verwachten ook een helikopter, een politiehelikopter. Ja, dat natuurlijk. Maar die kan de tunnel natuurlijk... die houdt de tunnel gewoon in de gaten. Ja. Ja, we hadden hier hadden we de auto's op neergezet. Oh, en nu mag u uitstappen. En hier gaan Rens, u mag de motor pakken. En Mees ja, gaan die hier pakken de motors. Op de motoren en dan gaan ze als decoins van ons rijden. Zodat de helikopter bijvoorbeeld hun kan volgen. Ja, die volgt de politiekorps. Ja, dat we een soort van in vieren splitsen, zodat dan hebben ze meer. Ja, dat is duidelijk. En ze weten ook niet wie het geld heeft natuurlijk. En dan staat hier, normaal staat er nog een Luma, daar rijden wij dan samen in. En dan eentje met Piet en Rick. En dan... En dan nu stappen wij in de, stappen met z'n vier in de Luma. En dan gaan Jeffrey, Rens en Mees er met de motor. Alle drie een motor pakken? Ja, even wachten, heel veel. Ja, we zaten eerst te denken, we wouden nog een outfit switch doen. Maar ons lijkt het denk ik niet verstandig om die gok te nemen. Die tijd, dat kost veel tijd, een outfit switch. Dat kost te veel tijd, ja. Nee, dat kan je niet riskeren, Nee. Zeker omdat we nu sowieso al heel veel tijd maken met die offroaden en die truck ervoor gooien. Dus als we dan echt tijd gaan weggooien, dat speelt alleen maar in het nadeel. Dat is zonde inderdaad. En gaan nu dan ook echt vluchten rijden of gaan ze een beetje aandacht nemen van politie? Ze splitsen allemaal... En hier gingen we toch links? Ietsjes verder nog, ietsjes verder. Oh. Ik dacht dat we dat stukje over rood pakten. Dat is nog... Oh ja, kut. Ja, nee, klopt ja. Ja, oké, maar dat is hier links. Ja. Okay, ja, dat is eentje terug links, maar... Maakt niet zin. Oké. Want hier, ik weet niet, hier mogen de A6 en zo ook toch weer een stukje harder. Ik geloof dat je gelijk in. We hadden dus dan dat off-road stukje van net, dan kom je hier links kom je dan uit en dan komen we dus ook uiteindelijk weer hier uit. En dan zaten we nog te twijfelen om hier ook nog iets neer te zetten. Met nog misschien, een rood blok of zo. Met de hulp van de Hunt-familie. Ja, maar... het enige is dat je hun ook moet betalen dan, hè? Ja, daarom. Het kost allemaal geld. Ja, dat is ook zo. Maar voor nu is het plan nog even doorrijden gewoon, dat sowieso. Ja, we gaan hier doorrijden. Nee, deze kerncentrale ken ik, Jerry. Kennen we allemaal, heel goed. Kennen we allemaal, jongens, inderdaad. Dit is al een punt waar ze ons echt kwijt kunnen raken. Ja, en dan gaan hier komen we uiteindelijk bij de dam uit. Ja, dan gaan we boven naar de dam. Zo. En dan rijden we zo de stad in. Ja, oké, stel dat ze ons nog niet kwijt waren en we hadden even een voorsprong op, dan kunnen ze ons bij het kruispunt nooit bijhouden. Je hebt zoveel mogelijkheden waar ze heen kunnen. Dus dan moeten we hopen dat we tegen die tijd niemand meer echt in zicht hebben. Nee, maar laten we hopen. Ja, daarom de motoren ook. Ja, duidelijk, snap ik. Dat is, het hele doel is gewoon om de politie een beetje te mindfucken. Mm-hmm. Ja. En ja, met nog vier motoren erbij, ik bedoel, we gaan eisen ook stellen die een beetje heel raar gaan zijn. Ja, we gaan niet heel kloppen bij het plan wat we gaan doen, maar dan denkt de politie heel raar van hè, waarom. Ja, gewoon nep eisen. Ja, zoiets. Zoals en daarom pakken we ook genoeg gegijzelden mee of geijzelden. Ja, dat gaan we wel proberen. Ja. Zoals zet de auto daar neer, terwijl we helemaal niet daarheen gaan of weet ik wat. Ja. Hou daar een opening vrij, weet ik van wat. Ja. Hey, de Dam is ook altijd wel leuk hoor. Daar heb ik al zoveel mensen van afgegooid. Zo, die is glad jong. Nou, weet je, deze auto is nog altijd beter dan die Volkswagen van jou, Jerry. Oh, wacht. Oh, oei. Oei. Ja, oh nee, hij valt. Oh, wacht, nee. Oh, god. Ja, hij leeft nog. Ik had nooit die opmerking moeten maken, jongens. Wacht, we lopen vandaan toe, wacht. Oh, nee. Gebreng. Ja, nu lig ik. Ja, dit is sneeuw, dus lekker. Lekker zacht, dus lekker zacht als je hier valt. Dit was wel grappig eigenlijk. Ook al zeg ik het zelf. Vanaf hier wouden we eigenlijk richting ons ganghuis. Dat is waar we meestal meeten. Nee. Die is nog in constructie. Nog aan het bouwen. Maar tegen de tijd dat de bank overval er is, zouden hopen wij dat gezien... die af is. Oké, maar die locatie kunnen jullie nog niet laten zien. Locatie, ja, kunnen maar we ook zien? Weer. Jawel. Nee. Ja, we willen niet dat die bekend is. Nee, oké. Dus we kunnen hem wel laten zien, maar het liefst niet op video. En we kunnen ook naar een ander appartement gaan, waar we kunnen meeten, als alternatief. Mm-hmm. Oké, jongens, we gaan nu naar het appartement van hun, het ganghuis. Maar die kan ik niet op mijn beeld laten zien, want die moet echt geheim blijven, het ganghuis. Het ganghuis moet geheim blijven. Kerel. We staan bij sub, weet ik wat. Hey, wie was trouwens aan het rijden op Blokkenpak, die echt één zieke drift maakte trouwens, echt een kwartier geleden. Ik zag dat. Zo, wat maakte jij een drift, hé? Ja, ik kan driften, jongen. Oeh, zo.
Die past wel goed bij de dinges. T-shirt 131, maar die heb je al. Die heb ik al. T-shirt 2-3. Oké, dit is hem. Ja, ja, top outfit, past op bij het nieuw. Ik zou nu even wat anders aandoen natuurlijk. Nee, oké, dat was dat hem. Toch? Ja. Okay, yes. Moeten we hier nog eens naartoe brengen voor het einde of zo? Nee hoor, dit is wel prima. Prima. Oh. Trouwens, breng me maar even bij Graasje Blokkenpark. Nee, goed plan jongens. Goed plan. Anders zijn we niet gewoon. Hé, een hond. En hier, pak hun maar. Dat is gewoon. Stel, er wordt iemand opgepakt. Kijk, dat is iets wat we niet voor hebben gekeken. Omdat we er gewoon van uitgaan dat iedereen wegkomt. Ja, oké, maar de kans is aanwezig natuurlijk. De kans is altijd aanwezig, maar hun hebben off-road motors en een Amarok houdt zo'n ding echt niet bij. Nee, oké, zo'n motor die is echt veel te snel. En als ze opgepakt worden, ze hebben puur alleen een motor. En dat is daar, ze hebben geen vuurwapen, ze hebben geen mes, ze hebben niks. Nee, oké. Dus waar worden ze voor opgepakt? Ja, misschien helpen met een bank over, nou hoeveel maanden is dat? 10 maanden. Ja. Dat is best lang hoor, 10 maanden. Ja, ja oké, op zich 10 maanden. Ja, als je het zo zegt, lang. Klinkt het wel lang. Ja, maar in deze stad niet. Ja, anders is het 60 maanden, hè? Bank ja, dat is... Liggen. Dus, zo. Ja, dat is wat anders. Zou hopen dat we niet gepakt worden. Nee, niet. Hé, jongens, dankjewel. We houden contact, hè? Ja, over de dinges. Oké, top. Hé, ik spreek jullie later. Oké, jongens, we hebben de overval gepland. Of dat zijn we gepland. Ik profiteer mee. Hij klonk heel, heel, heel serieus en heel spannend, maar ook echt heel dope. Dus echt hele zieke overval gaat het zijn. Hij is echt goed doordacht. Je hebt het plan gezien. We gaan hem binnenkort uitvoeren. Zodra deze video online staat, is hij al uitgevoerd. Dan is hij al helemaal klaar en dan komt hij er dus echt binnenkort aan. Dus dankjewel voor het kijken naar deze video. De Instagrams is zo waarschijnlijk van degene die het willen van de gang, die staan in de beschrijving. Die kan je allemaal checken als je wilt. Voor de rest, dankjewel voor het kijken. Abonneer allemaal eventjes. Like even de video. 2000 likes, weet ik voor wat we voor gaan. En dan zeg ik gewoon... Doei!